Agility behoort tot de beter gekende sporttakken bij hondeneigenaars en wordt in heel wat hondenscholen professioneel aangeboden. Wij laten u zien hoe u, om te beginnen, uw eigen hindernissenparcours kunt bouwen met behulp van een paar eenvoudige hulpmiddelen. Bij Agility is het de bedoeling om met de hond een hindernissenparcours foutloos en binnen een vooraf bepaalde tijd te doorlopen. De hond wordt geleid door zijn baasje en overwint tot 20 hindernissen in een vooraf bepaalde volgorde. Maar om aan Agility te doen, hoeft u niet meteen een compleet hindernissenparcours aan te kopen. Ook met kleine voorwerpen uit het huishouden of uit de natuur kunt u al snel en zonder problemen een eerste bescheiden Agility-parcours bouwen. Om een horde te bouwen kunt u bijvoorbeeld twee kartonnen dozen tegenover elkaar zetten en daar een stok op leggen. Of u kunt uw hond over boomstammen of beekjes laten springen. Omgevallen boomstammen zijn ook zeer geschikt voor evenwichtsoefeningen. Voor een slalomtraject kunt u dunne takken of stukjes hout in de grond steken met een onderlinge afstand van 50 tot 65 centimeter. Of lege plastic flessen vullen met zand en die op een rij zetten. Met behulp van een aantal dunne stokken hout kunt u op de grond bijvoorbeeld een ladder bouwen waar u de hond over kunt leiden. Ook tunnels kunt u makkelijk zelf maken. Plaats gewoon twee of drie stoelen tegen elkaar waar uw viervoeter onderdoor kan lopen en leg er een deken over. Of gebruik een grote kartonnen doos waarin u uitsparingen hebt gesneden. Een wip kunt u bouwen met behulp van een langwerpige plank en een handdoek. Gewoon de handdoek oprollen en in het midden onder de plank leggen. Plaats de verschillende hindernissen achter elkaar met daartussen voldoende ruimte om te rennen. Net voor een horde moet uw hond genoeg plaats hebben om een aanloop te kunnen nemen. De eerste keer leidt uw hond langzaam over het parcours, gelokt door iets lekkers, zodat hij aan de hindernissen kan wennen. Gebruik hiervoor simpelweg een deel van zijn dagelijkse portie vertrouwde voeding. Dit is op twee manieren zinvol. Uw hond moet iets doen voor zijn eten en de band tussen u en uw viervoeter wordt versterkt. Met elke nieuwe ronde kan de snelheid vervolgens worden opgedreven. Let er altijd op dat uw dier bij de hindernissen niet gekwetst kan raken, bijvoorbeeld door toedoen van scherpe kanten of splinsters. Agility training bevordert het concentratievermogen en de conditie van uw viervoeter en is daarom een perfecte sport, rijk aan afwisseling voor hond en baasje. Eens u de smaak te pakken hebt gekregen en professioneel aan agility wilt doen, kunt u in de gespecialiseerde handel een agility parcours kopen of bij een hondenschool professioneel geleide lessen voor u en uw viervoeter volgen. Laat voor de zekerheid van tevoren door een dierenarts controleren of uw hond voldoende fit en gezond is. Wij wensen u veel plezier bij het uitproberen.